een soort wasmiddel in, er zit koekjes in. Nou, je hebt cola, dus van alles zitten. Ik zet de nummer op 5 euro en ik ga met 500. 525. Voor de eerste maal. 525. 550. 575. 6. Voor de eerste maal. 625. 625. Voor de eerste maal. 625 voor de tweede maal. 650. 675. 675. Ik heb daar 775 voor de tweede maal. 775. 8. Voor de eerste maal. 800 voor de tweede maal. 825. 850. Voor de eerste maal. 850 voor de tweede maal. Hier nog meer dan 850 euro. 875. 900. Voor de eerste maal. U kunt dus met uw personeel, met uw vrienden, een gehele dag compleet verzorgen. U bent de hele dag van huis. En alles is er op en eraan. Er zijn voor de dames, zijn er hartstikke leuke mannen die komen te servieren. Op de bot, het lokaal van ze is. Het is een geheel. Maar dat is in ieder geval echt. Maar dat is een heel mooie kans. Heel mooi. Zet ik in een 500 euro, kan het 100 euro naar boven. Ik heb een bot van 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 500, 1200, 1300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 euro. 1 van de 200. 2000 euro, 4000. 25 voor de eerste. 2500 voor de tweede. 26. 37. 37. 2700. 27. Voor de eerste maal. 27 voor de tweede maal. 28. Red erbij, nu zwaai. 28. 28. 2800 voor de eerste maal. 29. 3000 euro. 3100 voor de eerste. 3100 voor de tweede. Niemand meer dan 3100 euro, dames en heren. Niemand meer dan 3100 euro, iemand meer. Lekker! Er zijn voor de dames, zijn er hartstikke leuke mannen die komen te servieren. Op de bot, het lokaal van ze is. Het is een geheel. Maar dat is in ieder geval echt. Maar dat is een heel mooie kans. Heel mooi. Zet ik in een 500 euro, kan het 100 euro naar boven. Ik heb een bot van 500, 600, 700, 800, 900, 1000. En van 1200. 1300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 euro, 1 van de 200, 22, 2000 euro, 24, 24, 25, 25, 25 voor de eerste, 2500 voor de tweede, 26, 27, 27, 2700, 27, voor de eerste maal, 27 voor de tweede maal, 28, red erbij, nu zwaai, 28, 2800 voor de eerste maal, 29, 3000 euro, 31,
Correctie, Mario van der Berg voor 84. Dank u. Allemaal bedankt. Deze kabel bied ik hierna weer aan, want dan gaat het dus tegen Staphorst. Zodat u tegen uw eigen Staphorst kunt voetballen. Dit is dus, als u tegen Grenoble wilt voetballen, dit met het stempje, dan kunt u hierop gaan bieden. Ik zet hem in op 100 euro. Ik ga met 100 euro naar boven, u mag het zit houden. Want u kijkt, u komt met de 11e foto. Dat is nog lang, ja, maar dat komt weer dus hier. Ik sta met de voetbal en dit gewoon niet op de moeilijk om mij bij te brengen. En het mooiste is, je mag ook met iemand toezien. Zie je, niemand? Ja, dat komt de man. Ja, ik kom het geen min, hè. Ja, ja, ja. Dat is mooi, dat is goed. Zet ik in op 100 euro. En ik heb 400. Ik heb 400, 500 gewonnen. Niet meer dan 500. 600. 600 gewonnen. Niet meer dan 600. 600 voor de eerste. 600 voor de tweede. Niemand meer dan 700. 700 voor de eerste. 700 voor de tweede. Niemand meer dan 700, 800 gewonnen. Wie meer dan 800, 900. Ik heb 900 voor de eerste maand, 900 voor de tweede maand. Niemand meer dan 900, dat kan veel lezen. Dit is 1000 euro. 200 euro voor de tweede maand. Niemand meer dan 200, 300. 400. 300 voor de eerste maal, 300 voor de tweede maal, 400. 400 voor de eerste maal, 400 voor de tweede maal, 500. 500 voor de eerste maal, 500 voor de tweede maal, niemand meer dan 600. 600 voor de eerste maal, 600 voor de tweede maal, niemand meer dan 600 euro, niemand meer dan 600 euro. Niemand meer is hier. Verkocht! Ja, want wanneer zaten we gek afgelopen week nog bij elkaar? En zei meneer, was het maandag of dinsdagavond zaten we bij elkaar en toen dachten we, ja, wat gaat deze avond opleveren? En dan zit je te denken, nou ja, we hebben 42 kabels, er kwamen dan een paar extra kabels bij. En dan, we hebben aanstaande zaterdag nog de benefietwedstrijd, nou we weten dat er ook een paar duizend euro over gaat blijven. Maar uiteindelijk moest deze avond dan de klapper worden. En dan denk je van ja, 42 kavels,
En dat was het ook. En we hadden al zoiets van, ja, wij kunnen natuurlijk in Namibië. Wij kunnen ontzettend veel doen met 25.000 euro. Maar je wilt niet weten wat wij kunnen doen met het geld van aanstaande zaterdag erbij. Er gaat nog een paar duizend euro bij komen. Dus we gaan waarschijnlijk de 70.000 euro over. Ja, ik ben er gewoon stil van. Ik wil je gewoon enorm bedanken. En ik wil ook uitspreken naar jullie toe. En ik hoop dat jullie geloof in onze organisatie hebben. Dat wij werkelijk zullen zorgen dat elke euro op de goede plek terechtkomt. Want dat is belangrijk. Daar staan we erachter. En daar staan we erachter. Daar ben ik blij mee. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wil een paar mensen het bijzonder bedanken. En dat is in eerste plaats de notaris Robert Jan Tjeent Willink. Een hele lange naam. En de notaris was best wel een beetje streng. Maar ik denk dat het ook goed is als je met zulke bedragen bezig bent, dat het goed georganiseerd wordt. En daarom zijn we ontzettend blij met deze notaris dat hij tijd heeft vrijgemaakt om hier in ons midden te zijn. Nogmaals een applaus voor de notaris. Super. Nou ja, en dan komen we bij de volgende terecht. Wie waren wij geweest zonder Jammers? Zonder onze speaker, zonder onze veilingmeester. En ik wil het mega applaus van Jammers. Jammers, hoe lang kennen we elkaar? Een jaar of 20 misschien? Jij bent ouder dan ik ben, denk ik, of niet? We kennen elkaar al van toen ik op 15-jarige leeftijd, toen de Elfstedentocht was, dat weten jullie misschien nog wel, 1985, 22 jaar geen Elfstedentocht geweest, even van Bentham, die wint haar, en wie werd toen tweede? Wie weet dat? René. Nee, niet René. Henry. Mijn broer. Ik zeg tegen hem, pannenkoek, dat kan beter. He? Henry werd de tweede en toen ben ik begonnen met skielen en vrij snel daarbij in dat beginstadium van die skielerwedstrijden en die schaatswedstrijden was Jammers daarbij en ik ken Jammers al heel lang. Als je een keer naar de Waaijzerzee toe gaat, die man die praat 2 weken lang, 24 uur per dag en 1 stuk door. Geloven jullie dat ja of nee? Ja! Dat kan niet. Jammers, nogmaals, super bedankt. Dan wil ik nog een paar mensen enorm bedanken die ook eigenlijk achter de schermen van al mijn werkzaamheden hebben gedaan. En dat zijn vaak de mensen die eigenlijk niet opvallen. Die vaak van die klusjes doen die niet in beeld zijn. En weet je, zonder die mensen kunnen wij niet. We hebben binnen het RKC, binnen het kidscenter, hebben wij mensen. Ze eerst staan vaak op de voorgrond. De stichting een warm hartje te dragen om ons hiervoor in te zetten. Maar ik kan je even vertellen, ik heb eens een beetje in de pijn gehouden wat jij allemaal hebt gedaan. En ik kan je ook even vertellen dat ik het niet eens allemaal weet, maar dat er heel wat uurtjes in hebben gezeten. Sein is afgelopen week bijvoorbeeld al 1 hele dag bezig geweest om de registratie van alle mensen bij te houden van die zich aan hadden gemeld. Hebben we maar even zo over 1 dag tussendoor. Kun je je voorstellen wat hij heeft gedaan? Wat hij heeft gedaan is de totaliteit. Ik wil een echt mega applaus voor Sein, bedankt. Je bent een man. Je bent een man die graag op de achtergrond is. Die niet graag op een podium staat. Maar dat zijn van die mensen waar we uiteindelijk die we nodig hebben om zoiets mogelijk te maken. Sein, hier heb je iets lekkers om samen met je vrouw 's avonds op te drinken. Zie, want ik kan wel gaan zoenen, maar dan vinden die mannen toch niks. Dit is mijn vrouw. En ik zou jullie vertellen, als je met zo'n stichting bezig bent, in 2007 ben ik begonnen, dan doe je dat uiteindelijk samen. Dan moet je samen achter staan. We hebben 3 kinderen, 16, 14 en 12 jaar jong. Een gezin wat opgroeit in een samenleving waarvan alles op je afkomt. En dit is een project wat gegeven is aan ons door God,
En hier willen we samen voor gaan als gezin. Met mensen om ons heen. En hier zitten heel veel mensen van het René Kids Center, bestuur, organisatie. En ik zou je één ding vertellen, het zijn allemaal mensen die het voor 0 euro doen. En dat is gewoon ook een applaus waard. Maar goed, Cor en Zet, we hebben de afgelopen paar jaar elkaar beter leren kennen. En zoals het er nu voor staat, ik moet jullie vrouwen nog een beetje mee hebben. Daar zitten jullie. Gaan jullie mee in november, ja of nee? Ja. Ja. Ik denk dat het een kom wordt. Ik denk dat het een licht gaat worden. Maar we moeten niet gaan intimideren, zo'n geval. Maar het zou fantastisch wezen dat Gert en Cor en zijn met zijn vrouw, misschien al anderen, dat ook een groep vanuit Genemuiden mee gaat in november. Dan hebben we de officiële opening van ons centrum. Het gaat een fantastisch spektakel worden met een groot concert. Maar hoe deze twee mannen? Dat heb ik afgelopen 2 jaar leren kennen. Er zijn ook mensen die ook niet graag op de voorgrond treden. Maar... Gert, ik ken je blijkbaar nog niet goed genoeg. Maar het is gewoon fantastisch om met zulke mensen en andere mensen een vriendschap op te bouwen. Het is een vriendschap die gaat omdat je het hart van elkaar ziet. Omdat je iets moois van elkaar ziet. Omdat je elkaar wil bemoedigen. Omdat je er voor elkaar wil zijn. Omdat je er voor je naaste wil zijn. En dat is fantastisch, dat heb ik mogen herkennen, Jokor. Je bent een bijzondere man. Net is een bijzonder man. En ik vind het mooi dat deze mensen, want uiteindelijk zijn zij de twee initiatiefnemers van de hele event, en dat ben ik niet. En ik wil een mega applaus voor Gert en Cor. En Mirjam, jij mag de geschenk uitreiken aan de heren. Morgen zijn gezellig. Ook opdrinken met hun vrouwtjes. En de kinderen misschien wel bij. En ik hoop mensen dat u genoeg heeft vanavond. Ik wil u hartelijk danken voor het bieden wat u heeft gedaan. Het was boven verwachting. En fantastisch wat we vanavond bereikt hebben. En ik, ja, misschien zien we elkaar over 2 of 3 jaar.